bedoeling dat de podia sa opsteld waren dat de dwarpen zo min mogelijk oerlijst krijgen zoenen van de muziek. Bij het verlenen van de vergunning had de gemeente Ljouwt-Lijk was het verkeerde plattegrondje broekt. Zoals is bij de gemeenten. En daar ben ze in dit extra deel net blij mee. Ongelukkiger als deze opstelling, dat kennen ze net. Want alle 5 podia die staan recht op onze gemeente. En sterker nog, 3 podia die staan direct recht op dwarpen in onze gemeente. Nou is het voor het ene podium wat minder slim als voor het oren. Maar de meeste is het haardpodium, dat zit streekrecht op de Trienwadenrecht. En daar hebben we de meeste moeite mee. De Vlater kan pas vliegende week onder het licht. De gemeente Ljouwt had gelijk tajoen dat het verkeerd ging is. Maar er weer niet meer om te dwaan. Dat we dus tees dit morgen. En ja, dat is te laat, want ze zijn al 2 weken aan het opbouwen. Dus het stierde er al. Nou, in alle gevallen hebben zowel de organisatie als Ljouwt opgeroepen om nu helemaal extra te zien op het beheersing van het lood. En ontnota, het is juist de morgen begonnen, gaat dat goed. Had ik het zelf zou jaren, ik ben in de Trienwaarden. Dus het is, je jaren, maar dat is het dan ik. Bij de organisatie van het festival ben ze vernuveren over het verhaal van beide gemeenten. De podia staan heel dan net verkeerd, zeiden ze. Mijn dochter zit in Oostenrijk en die appte mij dat vanmorgen. Dat meisbericht. Dus ik werd heel verbaasd. Van hij had zijn werking goed in. Ik zei, ja, dus weet ik wat vernuveren hoor. Dus hoe dat ontstaan is, weet ik net. Kunnen we na het festival ook wel even naar zien. We hebben nu dus heel druk dwaande om het alle ambitie goed te organiseren. En het gaat echt fantastisch. En wat dit soort dingetjes binnen, ja, dat maar wel letter eventjes weer zien. De organisatie is net blij met het verhaal. Neffens haar gaat alles dit hier poer best. Ze hadden ook een soort maatregels namen om oerlijst van te komen. Zou mij er net meer oeral parkeerd worden. Waar dat wel dat, kan een boete verwachten en er binnen al 40 auto's voortsleept. In verband met het warme waar, ben er ook extra maatregels naam. We hebben op 12 locaties gigantische wettervoorraden, echt van 20.000 liter. Zeg maar. In één locatie bij de speeltoiletten en de douches, en hoorlocatie ook bij een speeltoilet. En vanuit daaruit wordt het ook weer in tanks, wordt het over het terrein verspreid. Maar waarom bloot het nog? Van mensen op het terrein, in de tenten of in de oude campers? Jullie komen net aan in een vrij heet busje, denk ik. Ja, dat klopt. Die doet het goed. Ja. Was het een beetje vol te houden? Ja, op de weg wel, maar nu het stilstaat is het echt verschrikkelijk.